pakje voor mijn ogen ondertussen ook verdwenen. Hè? Weg. Ja, kijk, we zijn helemaal live op Facebook. Goedemorgen, Lieselot. En ook goedemorgen iedereen die aan het kijken is op deze maandagochtend naar mijn Facebook Live videoserie. Als je al gekeken hebt, weet je dat. Maar zowel vorige week tot en met deze week vrijdag interview ik elke dag om 11 uur een onderneemster, een solo-onderneemster die het voorbije jaar deelgenomen heeft aan Travag Business School. En haar ervaringen met ons wil delen. En ja, vandaag heb ik niemand minder dan Lieselot over de vloer. Goedemorgen. Ik heb jou gevraagd om een aantal kernwoorden mee te geven die jou omschrijven. En ik heb er heel veel op geschreven. Er zijn heel veel dingen die jou omschrijven. Maar je bent een echte, ja, heel positief levensgenieter. Die de goede dingen in het leven weet te appreciëren. Je ziet ook overal opportuniteiten. En ik denk dat dat ook merkbaar is in jouw traject als ondernemer, waar we het dan straks wat over gaan hebben. Je bent ook een echte teamplayer, wat ook terugkomt, denk ik, in jouw traject als ondernemer. Want sommige dingen doe je solo, maar andere dingen ook niet. Dus daar gaan we zeker wat over hebben vandaag. Je bent ook mama van 3 kindjes, dus full house. Je bent een wereldverbeteraar, iemand die gedreven is, die impact wil hebben, maar geen geiten onder sokken. Dat is niet aan. En je bent een creatieve generalist, maar ja, dat is al wel duidelijk als je ziet, ja, hoeveel verschillende projecten dat je doet en onder hoeveel verschillende projecten dat je ook je schouders zet. Hè. Dus daar gaan we het vandaag een beetje over hebben. En misschien ook hoe Travag jou helpt om al die verschillende balletjes en projecten tegelijkertijd in de lucht aan te houden. Maar in ieder geval, eerst en vooral welkom, Lieselot. Misschien even terugschetsen. Je hebt ik wil altijd dit jaar zeggen, maar het is eigenlijk vorig jaar. Hè, vorig jaar deelgenomen aan Travag Business School. Wie was jij toen qua ondernemer? Hoe zag jouw bedrijf of bedrijven eruit? En wat heeft jou toen eigenlijk laten beslissen van het is nu de moment om in te stappen? Ja. Ja, vorig jaar, begin vorig jaar, was ik eigenlijk zo'n 6 maand bezig als ondernemer. En dat was dan vooral als fotograaf. Ik deed zowel particuliere reportages als bedrijfsreportages. Maar ik was eigenlijk begonnen als ondernemer altijd met intentie om daar ook iets rond coaching bij te doen. Wat dan nog niet helemaal een echte vorm had gekregen. En mijn man was bezig met bakken van Heutelingen in bijberoep, maar die droomde er zo wel wat van om naar hoofdberoep over te stappen. En dan begin 2020 had ik de keuze gemaakt van oké, het is nu de moment om die coaching erbij te pakken. Ik had dan Magnifica opgericht, maar ik had daar eigenlijk nog enorm veel ideeën rond van wat ik daar allemaal mee zou kunnen doen. En die ideeën werden eigenlijk alsmaar meer en meer en meer. Waardoor dat ik eigenlijk zo wat aan het verzuipen was. Ik wou groeien met mijn fotografie, maar ik wou dat combineren met Magnifica. Mijn man met zijn verhaal zat daar ook nog ergens tussen. We hebben ook 3 kinderen, dus ik wou dat ook niet combineren ten koste van ons gezin of ten koste van ons vrijheid of ten koste van financiële aspect. Dus ik wou zo eigenlijk heel veel. En doordat ik zoveel wou, hield dat me eigenlijk wat tegen om echt stappen te zetten, om dat ook waar te maken. Ik wist zo niet goed waar dat ik moest beginnen. En Travag leek mij zowel een kader te bieden om een houvast, om te weten van waar begin ik nu, hoe pak ik dat aan, wat is een goede strategie.
Want ik had ook zo nog wel een klein beetje de twijfel of de aarzeling van al die dromen, is dat eigenlijk wel mogelijk? Gaat dat wel lukken om dat allemaal te combineren? En ik had de indruk dat Travac mij daar wel bij kon helpen, wat dat ook effectief zo gebleken is. Ja, dat gaf mij echt de juiste handvaten, de juiste tools om, om stappen te zetten en om ook te weten waar dat ik mee bezig was. Zo niet in het wilde wegschieten en zo wat mijn tijd verdoen met Facebook-berichtjes te maken, dat ik niet wist waartoe dat ze leiden en zo. Maar om echt gericht actie te ondernemen, een aantal keuzes te maken, focus te bepalen, waardoor dat we nu een duidelijk afgebakend aanbod hebben. Er zijn nog altijd heel veel ideeën. En we combineren nu effectief die drie projecten. Mag ik iets vragen, los van waar we vandaag staan? Want daar wil ik zeker wat dieper op ingaan. Maar even terug rewinden naar vorig jaar. Want je haalt het aan. Je waart eigenlijk drie dingen tegelijkertijd die op je bordje lagen. En je had je fotografiebusiness, waar dat je voor particulieren, voor bedrijven, ja, eigenlijk heel, heel breed werk aan toe werd. Dan had je het Geutelingenproject, zeg maar, waar dat jouw man in bijberoep mee bezig was, maar die dat graag naar hoofdberoep wou trekken. En dan had je ook nog Magnifica. Daarnaast, wat dat toen echt nog een idee was, of had je daar ook al had je daar al een aanbod gecreëerd? Misschien om even kort te schetsen, hè? Magnifica is een werkplek. Was dat toen ook al een werkplek, of zat dat nog veel meer in de ideeënfase? Fase. Okay. Op dat moment was het zo, ik wou graag een werkplek, ik wou graag coaching of iets in de lijnen van coaching doen rond leiderschap en teambuilding. Maar zo, de concrete vorm was er nog niet helemaal, de werkplek zelf was er ook nog niet. En het kon eigenlijk nog alle kanten uit op zich. En soms in mijn hoofd ging dat ook alle kanten uit. Allright. Misschien even praktisch, hè? Want jouw verhaal is natuurlijk uniek, maar het is ook niet uniek in die zin dat we elk jaar wel een aantal travakkers hebben die, ja, creatieve generalisten zijn. Niet een aantal, we hebben heel veel creatieve generalisten en we hebben ook de expert op het vlak van creatieve generalisten als expert in Travac Business School zitten, hè? Sylvia Drom. Dus we hebben altijd onderneemsters die in Travac stappen, die verschillende projecten tegelijkertijd aan het managen zijn. Sommigen zitten nog in ideeënfase, anderen zijn echt al met een aanbod en met revenue en omzet die dat je daarin genereert. Bij jou was dat ook een mix. Hè? Het is een fotografiebusiness die echt een stabiele, gegronde business was. De Geutelingen die dan zo in bijberoep een business was. En dan Magnifica dat nog in ideeënfase zat. Gewoon even praktisch. Je bent in Travac ingestapt. En wat is jouw idee en wat heb je uiteindelijk gedaan? Dus dat was een vraag van, heb je eigenlijk al die drie projecten tegelijkertijd door Travac en het raamwerk en het framework dat je daar krijgt doorgebracht? Of heb je gezegd, ik ga focussen op een specifiek project nu om Travac te doorlopen? Ik zie beide strategieën gebruiken, dus ik ben benieuwd wat jij gedaan hebt. Ik heb eigenlijk het traject doorlopen vanuit fotografie, omdat die een business er al was. En dat ik daar, ja, al direct het meeste resultaat kon boeken met Travac. Nadien hebben we eigenlijk de oefening een keer gedaan voor Geutelingen. En dan nu eigenlijk eind dit jaar vooral, midden vorig jaar, ook wel wat voor Magnifica. Ja, natuurlijk, een keer dat een beetje in je hoofd zit, gaat dat ook al iets automatischer om over bepaalde dingen beter na te denken al. Gelijk Magnifica heb ik het traject niet zo strikt doorlopen als bij fotografie. Maar natuurlijk, door dat al een keer gedaan te hebben voor fotografie, gingen sommige dingen al veel meer vanzelf en had ik veel rapper de reflex van oké, we gaan dat zo aanpakken. Ja, en heb ik ook vlugger, duidelijker keuzes gemaakt. Ja. Ik denk dat dat
een van de dingen is die ik ook, allee, Caroline heeft dat ook aangehaald gisteren, ook een fotograaf, met een nieuwe site, een siteproject. Ik mag het misschien geen siteproject noemen, want het begint een behoorlijk groot ding te worden. En maar ook een nieuw idee eigenlijk via die Travac methodologie, dat raamwerk, dat framework aan toepassen is. Zij zei dat, Veerle heeft dat ook al gezegd, Veerle Steyaert, loopbaancoach die GDPR-consultant geworden is. Van, ik heb daar eigenlijk nu een soort, ja, dat freedom framework gekregen, dat raamwerk, die een roadmap gekregen in Travac. En ja, eender welks nieuw idee dat zeg maar naar boven komt geborreld, kan ik dan eigenlijk door dat raamwerk brengen en sneller, omdat ik het al een keer gedaan heb, om eigenlijk dat idee te evalueren ik zie je zo duchtig van ja. Dat is exact eigenlijk wat jij dan ook gedaan hebt, als ik het ja, goed ja, heb. Ja, dat klopt. En dat geeft mij ook een enorme rust en vrijheid. Zo. Dat geeft mij een extra vrijheid van, oké, als er nu in de toekomst nog een idee komt oppoppen, of 100 ideeën, dan kan ik dat opnieuw opzetten. De vraag is wanneer. Ja. Dat gaat niet zo gebeuren. Ja, sorry dat ik je onderbreek. Nee, dat is niks. Nee, maar ja, ik heb nu echt wel de gerustheid van, oké, wat dat er ook komt, en ook van externe omstandigheden, gelijk dit jaar in corona ook, Magnifica is heeft daar heel flexibel moeten mee omgaan. Maar dat was ook mogelijk. En dat kan ook met Travac, omdat je dat kunt inzetten naar gelang de situatie, naar gelang het idee. Dat blijft bruikbaar. Ja. Zo, is dat een skill waarvan dat je zegt van, dat is misschien wel de belangrijkste skill dat ik geleerd heb tijdens Travac, namelijk ja, die end-to-end ondernemerskill van een idee helemaal tot iets valabels en dat in de markt zetten en daar klanten voor vinden. Is dat een belangrijkste skill dat je dan meegenomen hebt uit Travac? Of waren er toch andere dingen ook nog voor jou? Ja, dat zeker. Zo echt een strategie hebben, een stappenplan, weten waar dat je begint, waar dat je naartoe gaat. En dat je in de juiste volgorde doet ook. Eerst aan uw marketing prutsen als uw verdienmodel. Oh, ja. Dat is zo waar. Sorry dat ik u weer ga onderbreken, Lisa. Ik wil daar echt op inpikken, omdat ik zo dikwijls de opmerking krijg van mensen van ja, ik verkoop niet goed, en wat moet ik dan doen met mijn marketing? En mijn marketing zit niet goed. En na drie vragen kom ik eigenlijk bijna altijd tot de conclusie van it's way before. Over de doelgroep, over het aanbod, over de pricing, over de concurrentie, over de markt, over alle soort van dingen, dat daar nog heel veel onbeantwoorde vragen zijn, waardoor dat in de marketing ook gewoon niet stroef loopt. Dus basically, ja, uw paard achter de kar spannen en hopen dat de kar vooruit gaat gaan. Dat is wat je doet als je marketing eerst aanpakt en niet al de rest. Dus, maar het is zo goed dat je het aanhaalt, omdat mensen vaak, ondernemers die willen groeien, vaak denken, it's a marketing thing. Hè? Als ik maar meer stories maak, of als ik maar meer online zichtbaarheid heb, of als ik maar meer e-mailmarketing doe, of dit of dat, dan gaat die groei wel komen. Maar vaak is dat niet het geval, omdat er nog denkwerk vooraf moet gebeuren. Fijn dat je dat aanhaalt, want zo waar. Ja, sorry dat ik je weer onderbroken heb. Ik ga hem onthouden nu. Zip it, papa. Nee, wat dat mij ook enorm geholpen heeft dit jaar door Travac, door die focus, door die strategie, door keuzes te maken, ben ik enorm gegroeid in tijdsbesteding ook. Ik heb de indruk dat ik veel gerichter bezig ben, veel efficiënter bezig ben, waardoor dat ik meer tijd vrij krijg en waardoor dat ook weer mogelijk wordt om meerdere dingen te combineren. En dat is nu wel wat ik graag doe. Dus dat is ook wel een enorm verschil. Ik vind dat wonderbaarlijk dat een onderneemster met drie fulltime projecten en nog drie kleine kindjes zoiets heeft van, oh ja, maar ik heb eigenlijk echt wel best veel vrije tijd. Ja. Geweldig.
Trouwens, wie dat aan het kijken is, want er zijn een negental mensen op dit moment live aan het kijken. Laat het even weten in de comments, dan kan ik zien wie dat je bent. Hè, want anders weet ik dat niet, dan kunnen we zien wie dat je bent. Laat het even weten in de comments. En als je vragen hebt voor Lieselot, als je zelf een fotografe bent of als je in bijberoep zit, zoals Lieselot haar man met de geutelingen, of als koppel alle twee ondernemers zijn, want daar krijgen we ook soms vragen over, van hoe marcheert dat dan precies? Of als je een creatieve generalist bent die heel veel verschillende projecten tegelijkertijd wil aansturen, gooi het dan even in de comments als je vragen hebt specifiek voor Lieselotte, dan kunnen we die ook gewoon beantwoorden. Hè. goed, we hebben het al over dat raamwerk gehad en dat Freedom Framework en dan die ondernemerskill, die combinatie kunnen maken van heel veel verschillende projecten. Dus meer tijd door te focussen, meer tijd krijgen om op verschillende projecten te doen. Is er iets in jouw mindset veranderd? Want dat hoor ik ook wel vaak van travakkers, dat er los van de skills die ze leren, dat er ook iets in het hoofdje gebeurt tijdens het traject. Ja, zeker. Ik heb altijd zo wel al de ingesteldheid gehad van er zijn altijd mogelijkheden en als ik iets wil, dan ga ik daar ook echt voor. Maar nu heb ik ook zo, door die nou vast te krijgen, ook echt wel de switch gemaakt van als ik iets wil, dan ga ik daarvoor nog altijd. Maar ik geloof ook echt van, oké, we vinden wel een manier. Waar dat ik in het begin van het jaar wel nog zoiets had van, amai, wat wilde jij nu eigenlijk allemaal? Dat ga je toch nooit allemaal gecombineerd krijgen? Ik wou dat en ik wou daarvoor gaan. Dat wou ik niet aan inboeten. Maar die twijfel was er nog wel van, ja, gaat dat eigenlijk wel lukken? En zijt u zelf geen blaasjes aan het wijsmaken? Terwijl ik nu zoiets heb van, oké, als je dat wilt, er is altijd wel een manier. En ja, het komt erop aan van uit te zoeken van, hoe ga ik dat doen? Niet, ga ik dat doen of kan het wel? Maar ja, hoe gaan we dat doen? Welke manier, welke strategie? En ervoor gaan, hè. Ja, zalig. Super om te horen. Je zei ook, Lieselot, toch in het begin van onze Facebook Live heb ik jou zo geïntroduceerd. Je zei van, ik ben ook een echte teamplayer. Zit je dan niet solo in jouw bedrijf? Naast jouw man natuurlijk, met de geutelingen. Zit je solo in de andere twee projecten? Of zitten er daar andere mensen bij? Nee. Ja, dus het team bestaat uit jezelf en dan nog jouw man erbij voor het Geutelingenproject. Ja, maar bij de Geutelingen hebben we ook wel een team die meewerkt daaraan. Dus daar zijn we niet alleen. Oké, het is niet uw man die alle Geutelingen staat te bakken van zondag. Gelukkig niet. Geweldig, zalig. Nu over team en teamplayen gesproken. Travak Business School komt ook met een community waar dat je toegang tot krijgt van andere travakkers. Hoe is die ervaring voor jou geweest? Was je daar heel actief in of net niet? Was je vooral aan het kijken of aan het contributen? Wat is jouw ervaring geweest met dat netwerk dat daarbij komt? Ik vond dat altijd enorm waardevol. Ja, het feit dat je met verschillende onderneemsters samen zit, dat er ergens een plek is waar je met je vragen terecht kunt, waar je ook de vragen en de zorgen en de twijfels van anderen ziet en dat je ziet van oké, ik ben hier niet alleen mee, iedereen worstelt wel met die dingen. Een plek ook waar dat je steun krijgt. Ik denk niet dat ik daar super actief was. Ook omdat ik mij vooral nog wel een starter voelde. Dat er ja, ook wel wat meer ervaren onderneemsters in zaten. Wat dat heel leerrijk was. Het is frappant dat bijna alle travakkers, maakt niet uit wat ze al gerealiseerd hebben als ondernemer, heel vaak zeggen, ik
Ik had eigenlijk het gevoel dat ik nog een beetje een starter was op dat moment. En ik dacht van, maar alleen is het mogelijk. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Terwijl dat andere mensen misschien naar jou aan het kijken waren en dachten, amai, hond, die Lotte heeft dat boelke wel voor mekaar, jong. Ja. Maar je werd niet zo super actief in de groep, in de zin van vragen stellen of contributen. Of... Ja, ik heb wel wat vragen gesteld en af en toe wat reacties en zo. Maar ja, ik was niet altijd de eerste om daar van alles in te posten. Hoe was het waar? Ja, op een of andere manier. Gewoon, ja. Het is gewoon een plek waar je terecht kunt. En je weet dat mensen daar op dezelfde manier naar een onderneming kijken. Ook de Q&A's vond ik altijd enorm waardevol om ja, de theorie van Travak dan te kunnen aftoetsen aan de praktijk, om dan nog wat extra tips te krijgen van u, maar ook van andere onderneemsters. En dan nadien ook nog een aantal coworking momenten samen. Helaas dit jaar allemaal online. Maar zelfs online heb ik toch wel wat andere ondernemers leren kennen. En dat is ja, zeker als je een teamplayer bent, is dat leuk om er niet alleen voor te staan. Ondernemen kan wel wat eenzaam zijn soms, of als solo-ondernemer toch. En dan is het gewoon leuk om een keer te kunnen iets aftoetsen, ook om anderen te kunnen helpen. Ja, die wisselwerking en van elkaar leren is ja, super. Ja, dus die relaties blijven ook wel, dat hebben een aantal andere Travakkers ook al aangehaald de voorbije week van... Ja, ook al op een bepaald moment is dat traject gedaan en die Facebookgroep sluit dan af. Maar eigenlijk ja, blijven daar dan allerlei relaties nog bestaan met andere mensen waarmee dat je geklikt hebt in die community. Niet met iedereen natuurlijk, want er zitten er heel veel in. En er zijn ja, met mensen dat je eerder klikt omdat ze dicht bij jou wonen of omdat ze zelf ook mama zijn of omdat ze in dezelfde business zitten. Dus je hebt ook nog altijd ja, jouw netwerk van extra vakkers dan, zeg maar ondernemsters die nu nog altijd in hun supportnetwerk zitten dan, die dat je daar leren kennen. Ja. Ja, goed. Super. Tof. Dat is fijn om te zien als zo'n opleiding, ja, wat dat toch, je start daarmee en je eindigt daarmee, dat heeft een begin- en een einddatum, dat dan toch zo kan nazinderen later. Ja. Ik zou misschien zelfs zeggen dat... Allee, de periode na Travak nog meer ja, de waarde van Travak aantoont. Omdat tijdens dat traject, dat is uiteindelijk vrij kort of vrij intensief. Er komt heel veel op u af, heel veel inhoud. Op een, ja, okay, een redelijk tempo, maar het is wel veel inhoud op die tijd. Dus je neemt dat allemaal wel op en je probeert dat te volgen. Maar nadien ja, kun je dat dan ook echt in de praktijk omzetten en werk dan nog veel langer door, zowel dat netwerk als de dingen die je in Travak leert. Er zijn nog heel veel dingen die op mijn planning staan, die ik uit Travak gehaald heb, die ik nog niet per se allemaal uitgerold heb, maar waar dat ik nog een heel eind mee verder kan. Dus het stopt echt niet aan de einddatum van Travak. Dan begint het misschien nog maar pas. Geweldig. Ja, de meeste Travakkers in de interviews de voorbije dagen hebben dat ook aangehaald. Hè, van, het is zeer intensief, hè, die 10 weken samen. Er komt heel veel op jou af. Zowel hè, qua lesvideo's, qua werkboeken, qua Q&A-calls, qua implementatiewerk en zo verder. En eigenlijk eens dat je door die 10 weken bent en de maanden die daarop volgen, wanneer dat alles echt zo begint te settelen en in te zinken, het is zo'n beetje gelijk dat je wakker wordt uit een tornado. Oké, hier is wat veranderd, daar is wat veranderd, hier zou ik nog dit kunnen doen. Ja, fantastisch om te horen dat
dat een traject zo lang kan nazinderen en dat je daar zoveel plezier, als ik het zo moet uitdrukken, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen, maar dat je er dan ook zoveel plezier en benefit uit haalt, zoveel maanden, soms zelfs jaren later. Dus super tof. Ik ben even aan het kijken naar onze tijd, want we zijn al bijna een half uur aan het babbelen. Zo. Harap, hè? Ja. We hebben nog een vijftal minuutjes voor wie daar aan het kijken is. Maika is aan het kijken, superleuk. Ah ja, Maika is aan het kijken omdat zij en haar partner ook alle twee zelfstandigen zijn. Mm-hmm. Zij in hoofdberoep en hij, denk ik, zij in bijberoep en hij in hoofdberoep, denk ik. En ze is wat aan het twijfelen of dat ze dan aan het Travac zou moeten meedoen. Want moet ze nu al die een stap zetten naar een hoofdberoep? Want ze zitten dan alle twee in hoofdberoep. En uw man heeft ook de switch nu gemaakt van bijberoep naar hoofdberoep. Vorig jaar geweest of alleen recentelijk? Vorig jaar, Ja. Heeft Travac daarbij geholpen? Of misschien totaal niet? Dat zou ook kunnen. Maar hoe hebben jullie dat genavigeerd dan als koppel? En hoe heb je daar het vertrouwen gecreëerd in jullie ondernemersvaardigheden om dan te zeggen van wij gaan alle twee in hoofdberoep er vol een bak voor gaan? Want dat is eigenlijk de situatie waar dat Maika nu in zit. En waarom dat ze wou kijken vandaag. Ik denk wat dat vooral maakt dat mogelijk is, is dat we ons verschillende projecten goed op elkaar afgestemd hebben. En daar heeft Travac zeker een rol in gespeeld om daar één geheel van te maken. Het is een beetje gelijk een puzzel. De puzzelstukken passen in elkaar. En we kunnen daar ook wel wat flexibel mee schuiven. Dat het ene project wat meer op de voorgrond komt op die moment. En het andere op een ander moment. Bij ons is dat bijvoorbeeld Magnifica en fotografie vooral in het voorjaar, in de zomer, najaar. En de Heutlingen vooral in de winter. Waarbij dat wij ook wel heel duidelijk weten van dat is mijn project, mijn taak daarin en dat is het uwe. Fotografie doe ik volledig alleen. Magnifica ben ik en mijn man helpt mij daarbij. En Heutlingen, dat is mijn man en daar help ik hem bij. Door een aantal keuzes te maken... vooral geïnspireerd door Travac, lukt dat ook om die te combineren met elkaar. Het gaat weer om focus en keuzes maken en daar een duidelijk design van ons bedrijf of bedrijven, waardoor dat ze in elkaar passen. Ik vond dat enorm zinvol... om Travac daarin te hebben. Ik weet dat ik ook enorm dikwijls gezegd heb tegen mijn man toen dat ik Travac aan het volgen was voor fotografie. Dat ik zei van, maar we moeten dat voor de Heutlingen ook doen. We moeten dat echt... Kom een keer luisteren naar die video's. Ja, en we hebben dat dan uiteindelijk ook effectief die oefening voor de Heutlingen ook gedaan. En dan voor Magnifica ook. Dan voor het geheel is dat dan allemaal wat op zijn plaats gevallen. Ja, zalig, super. Maika, ik hoop dat we daar wat context gegeven hebben. Ik wist dat je vandaag ging kijken, specifiek om daar ook wat context rond te krijgen. Dus ik hoop dat we dat voor jou gerealiseerd hebben. Ondertussen zit onze tijd er zo goed als op. Maar ik wil nog even vragen, als jij nog vragen hebt voor Lieselot, om te beantwoorden over haar verschillende bedrijven, over het samenwerken met haar man in die verschillende bedrijven, over hoe Travac geholpen heeft om focus te krijgen tussen al die verschillende projecten in. Gooi het dan nog even in de comments. Ben aan het kijken, bent in de gaten aan het houden en dan kunnen we jouw vragen ook beantwoorden. Terwijl dat je misschien je vragen aan het typen bent, ik weet niet of dat het geval is, misschien nog even vertellen dat nog deze week en de rest van de week, dus tot en met nu vrijdag 5 februari, interview ik nog elke dag een Travac-deelneemster, telkens om 11 uur. De volledige kalender daarvan, van wie komt er allemaal en in welke sector zit die en in wat voor uitdagingen heeft Travac hen geholpen. Al die informatie
vind je terug op www.facebook.com/zekervanhaarzaak/events. Daar vind je nog alle Facebook Lives die gepland staan voor morgen tot en met vrijdag. Vrijdag geef ik ook mijn jaarlijkse Freedompreneur Workshop van 12 uur tot 13:30. Trust me, dat gaan de beste 90 minuten zijn dat je dit jaar of misschien wel heel je leven gaat investeren in de groei van je bedrijf. Ik ga daar ook de deuren openzetten, heel eventjes, om al in voorinschrijving in te schrijven voor Travac Business School. Want de deuren gaan eigenlijk pas open maandag, volgende week maandag 8 februari. Maar als je deelneemt aan de workshop, dan kan je al heel eventjes in een beperkte timeslot inschrijven voor Travac Business School. En een aantal supercoole bonussen ook scoren. Dus als je nog niet bent ingeschreven voor die workshop vrijdag, zeker doen, www.travacbusinessschool.com/online-workshop. En kun je er niet live bij zijn, je krijgt ook een opname toegestuurd, maar trust me, je wilt er dus wel effectief live bij zijn op dit moment. En nu ga ik stoppen met mijn sales speech. Maaike zegt ondertussen, ik zeg altijd Maaike, maar het is eigenlijk Maaika, zegt ondertussen, amai, ik heb wel wat extra denkwerk gekregen, wat dat is heel interessant. Voilà, super. Is er nog iets wat jij hebt toe te voegen, Lieselot, waarvan je zegt van deze zou ik wel nog graag willen vertellen vooraleer dat we onze Facebook Live afsluiten? Oh, ik heb al veel gezegd, hè. Voor iedereen die twijfelt of dat Travac iets is, het is echt gewoon een investering in uw bedrijf. Een keer uw bedrijf binnenste buiten keren. Een investering op langere termijn ook. Er zit zoveel in. Je gaat er gewoon geen spijt van krijgen. Er zit zoveel. Alleen dat je er goed mee bent voor een aantal jaren. Ja, zeker, zeker. En ook, dat wil ik misschien nog wel zeggen, het biedt een kader, biedt een structuur, maar het biedt ook enorm veel flexibiliteit om er echt je eigen ding van te maken. Het is niet van, je moet nu dat op die manier allemaal aanpakken. Je krijgt tools, maar iedereen pakt dat op zijn manier aan en kan daar ook echt zijn ding mee doen. Want ik heb zo een haat-liefde-verhouding met structuur. Ik wil zo niet te veel in een kotteke gezet worden. En dat was zeker niet bij Travac. Je krijgt alles wat je nodig hebt, maar dan doe je er wel je eigen ding mee. Ja. En dat vond ik ook wel belangrijk. Ik denk dat dat ook nodig is met al die goedstendoenders in Travac. Ik denk dat die anders allemaal gillend zouden weglopen naar deze tijd. Ah, voilà. Oh nee, moeten wij allemaal een online course maken? Dat is tegenwoordig zo, hè, in de mode. We moeten allemaal een online course maken. Dat is dus niet wat dat Travac Business School. Nee. Ah, fijn dat je dat nog eens even aanhaalt. Dus ja, je zit bij Travac wel eigen krijgt een structuur, maar je hebt heel veel vrijheid om binnen die structuur je eigen ding te doen. Hè. Dus fantastisch. Leuk dat je dat nog even aanhaalt. Als er geen verdere vragen zijn, dan stel ik voor dat wij op het gemakstje gaan afronden. En dan wil ik vooral nog een keer dikke merci zeggen. Om tussen al die projecten door, om al de kindjes door en al jouw activiteiten door toch 30 minuten de tijd te nemen om even jouw ervaring te delen, een beetje te kletsen over Travac, vragen te beantwoorden en daar wil ik nog eens even merci voor zeggen, vooraleer dat we afsluiten. Heel graag gedaan. Fantastisch. Maandag nog gewenst. En voor wie dat aan het kijken is, merci om te kijken, live of uitgesteld aan het kijken. En hopelijk zien we elkaar terug op een van de andere Facebook Lives die nog gepland staan. Of wie weet misschien wel op vrijdag voor de jaarlijkse Freedompreneur Workshop. Of misschien wel, en dat hoop ik, op 22 februari, wanneer dat we van start gaan met alweer de 6e editie van Travac Business School. Tot dan. Ciao.